In Noord in Schagen is maandagmiddag het start zijn gegeven voor een bijzonder bouwproject. De Prinsenstichting, Lijn 5 en de Aloysius bouwen in Noord een zorgvoorziening voor jongeren met een verstandelijke beperking of bijzondere zorgvraag. De nieuwe zorgvoorziening gaat plaats bieden aan 48 jongeren, ook komt er een ruimte voor dagbesteding geschikt voor 32 cliënten. De Aloysius wil op hetzelfde terrein verder een school bouwen. De initiatiefnemer, de Prinsenstichting, is in de regio Zaanstreek Waterland al ruim 35 jaar actief. De stichting biedt een breed pakket van zorg en diensten voor mensen met een verstandelijke beperking.